Ja. 8:30 deze ochtend, het 16e Parijse district. Vlakbij een zonnige Champs-Élysées begint de werkdag van de nieuwe adjunct-topman van de OESO. Ik sta vrij laat op. Ik was mij, maar ik ga niet vroeg gaan slapen. En dan onderweg heb ik al een tiental terrasjes, cafeetjes. En film, ja, ik koop zo'n krantje of ik neem zo'n krantje aan de stand. Dan een koffiecroissant en... Al 5 maanden aan het werk hier van premier van België werd hij meteen boekhouder van de wereld. Dat is veel moeten reizen, 's weekends in Ypres zijn en de rest van de tijd in Parijs. En het lijkt hem hier wel te bevallen. Nooit fietsen, nooit in een auto. Dus als ik tijd heb, ga ik te voet, maar ik fiets graag. Dus ik heb zo... Stadsfietsen. Ja. Nou, dat marcheert redelijk goed. Hè. Ik weet niet waar er hier staat, maar... Ja. Maar ik heb nu een optie genomen op een appartement hier 50 meter van. En dan zal ik nog korter zitten. La Muette is er een van, dan heb je Henri Martin. Dat zijn spoorstations die restaurants zijn geworden. En dus tot en met op het vroegere spoor zijn er tafeltjes. Adjunctbaas van de OESO, dat is de economische denktank van de welvarende industrielanden. 2500 werknemers, economisten, specialisten hier op het hoofdkantoor. En vaak ook hoog bezoek.